Samantha de Jong, oftewel Barbie, heeft na haar mislukte zelfmoordpoging opnieuw een harde klap te verwerken. Dit weekend bleek dat er een sekstape van haar is uitgelekt die zelfs te vinden is op internationale porno-sites. We spraken erover met haar oud-manager Jake, die op dit moment weer even het woord voert voor haar. Zij heeft naar mij toe nog niet kunnen duiden voor wie de video daadwerkelijk bedoeld was, wie de opname gemaakt heeft en waar dat daadwerkelijk gebeurd is. En ja, de kliniek die is half januari pas in beeld gekomen. Dus als die video ouder zou zijn dan 3 maanden, dan kunnen we de kliniek uitsluiten. Maar ik ken ook geen omgeving zoals die video eruit ziet met blauwe gordijnen. Want des Barbies zit zij meestal in een roze ruimte. En ik heb in de video alleen maar een roze vibrator gezien.